Jullie genomineerd voor de Erfgoed Vrijwilligersprijs. Ja. Hoe vindt u dat? Dat vinden wij fantastisch. En wij zijn nu bij de laatste drie. En dat is natuurlijk fantastisch, hè? Dat we dat met z'n allen mogen doen. En ik sta hier wel, maar al die mensen rondom mij heen, zonder die kun je niks. En het is zo mooi om dit te hebben. En we weten zeker dat we het bij de laatste drie horen. En de Wendezoel is een museumboerderij. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, we laten in principe hier het boerenleven zien zoals het was van 1900 tot 1950, 1960. Dat was de grote wending in de landbouw. Dat we tractoren kregen met aftakassen en hefinrichtingen. En dan ging het paard, waar we altijd mee hadden gewerkt, ging op stal. Het werd meer een showdier. En draaien jullie hier volledig op vrijwilligers? We hebben allemaal vrijwilligers. We zijn hier op dit moment actief met zo'n 75 vrijwilligers. Goedemorgen, hier, dit is Kokhok. Hier werd vroeger in gekookt. Het voordeel was dat je het vuur buiten het huis had. En een van de belangrijkste dingen was toch hier, wat hier staat in de hoek, een vriespot. Een kookpot, hout gestookt. De vlam komt om die pot. Hier zit een waterketel in. En afhankelijk 100, 120, 140 liter. En we hadden geen luxe. Televisie, dat hadden we niet. Dan moet je met een televisie. Nooit van gehoord, maar zo'n ding. Want u komt zelf ook van de boerderij? Ik kom zelf ook van de boerderij, ja. En ik heb dit allemaal gezien, dat het ook in functie was, echt in functie was. Niet voor de show, maar echt in functie. Ik kom uit een omgeving richting Boekelo, Hengelo, Boekelo, waar we in 1976 elektriciteit kregen. En mijn opa en oom, die waren toch aan iets aan de ouderwetse kant. Die deden dit allemaal nog. Ik heb dit meegemaakt. En hoe vond je dat om zo op te groeien? Ik wist niet anders. Ik wist niet anders. En ik ging wel naar school en dan kwam je bij vriendjes en vriendinnetjes. Maar ja, ik kwam weer thuis en daar was het gewoon zo. En ik heb zo'n fantastische mooie jeugd gehad. Nou, we zijn hier bij een originele Twickelboerderij. Deze is gebouwd in 1859. Het staat er zelfs boven. Originele Twickelboerderij. Dit is de achterkant van de boerderij. En je ziet, vroeger gingen ze hier met hooi naar binnen. Hier zijn we aangekomen in de mooie kamer van de boerderij. Die werd eigenlijk niet gebruikt. Voor sommigen niet. En er zijn ook Twickelboerderijen waar die kamer wel in gebruik was. Maar normaal gesproken was dit dé mooie kamer. En dan kwam je zeker als kinderen kwam je hier niet. En je kwam hier hooguit met hoogtijdagen. Dat je heel hoog bezoek kreeg. Een pastoor kwam binnen of een dominee, al gelang het geloof. Dan kwam je hier en anders kwam je hier niet. Mogen laten zien aan mensen, dat is zo belangrijk. Waarom is dat belangrijk? Ja, om toch iets te laten zien. Het gaat allemaal gejaagd en het moet allemaal snel en nog eens snel. En we moeten productie draaien. Ik las van de week nog op tv ook zo'n stuk. Uw tijd beter besteden. Ik dacht, alsjeblieft, schei uit. Ga hier op je bank zitten en geniet. En kijk hoe mooi. Ja, wij hier op erf zelf niet, maar hier komen wij ook tot rust. De meesten die komen of van een boerderij of... Gewoon uit de dagelijkse techniek overal komen ze weg. Daar heb je dat gejaagde nog en hier komen ze tot rust. Merk je dat ook echt aan de bezoekers? Ja, we krijgen heel vaak mensen die hier langs fietsen en die komen hier eens even zitten. En die zeggen, dat we zoiets moois hebben in Twente. Daar doen we het voor. Dat is onze hobby.